Ja, en dit is eigenlijk een van mijn favorieten ook, want we zien hier de politiekaart van Lenin. Je moet je voorstellen, hij was al eind van de 19e eeuw echt een van de revolutionairen. Zijn broer was door de geheime dienst al geliquideerd, waarna hij waarschijnlijk was geradicaliseerd. En is talloze malen gevangen genomen en dit is dan de politiekaart die je ziet. De mugshot van de crimineel. Het is heel bijzonder dat zoiets bewaard blijft. Het zou natuurlijk heel normaal zijn geweest dat na die revolutie al dit soort documenten door de revolutionairen zou zijn verwijderd, verbrand, noem maar op. Maar dit heeft het toch tot nu gered. En het is wel heel bijzonder dat je naar een crimineel zit te kijken die uiteindelijk de grote man van de revolutie was. Die het grote stempel heeft gezet op meer dan 70 jaar Sovjet-Unie.